Damn. Spanning en sensatie, dat in ieder geval. Wow, yo. Yo, gast van Almersnoer.nl, mijn naam is Barend en leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe video op mijn kanaal. Vandaag heb ik niet zomaar wat voor jullie, ik heb namelijk vandaag een speciaal pakketje en ik ga gewoon gelijk erbij pakken. Boom, dit is het pakketje. De andere kant laat ik niet zien, want daar staat mijn gegevens op en dat willen jullie niet zien. In ieder geval, dit zijn misschien wel de beste fingerboardwielen ooit. Yes, vandaag gaan we deze openmaken. Dit zijn namelijk Joycold Wheels. Een hele grote hype in Amerika. Het schijnt heel erg goed te zijn en ik ben gewoon heel erg benieuwd. Ik heb mijn boordje erbij. Ik ben heel benieuwd wat er ook uiteindelijk in zit, want ik heb de bestelling geplaatst om zaterdagnacht om 1 uur, precies toen het uit was. En ik had mijn bestelling geplaatst en toen ging ik kijken wat het nou, welke wieltjes het nou waren. En toen kwam ik erachter dat ik de verkeerde had gekocht. Ik wilde namelijk heel graag de Joycold Classic groot volgens mij. Dat zijn namelijk de grotere wieltjes. En dan kan ik wat makkelijker toeren. Bijvoorbeeld als ik buiten ga fingerboarden. Ik zie in ieder geval heel veel video's op YouTube met die wieltjes. Maar wat heb ik gedaan? Ik heb de light versie gekocht. Dus dat zijn de allerkleinste. Nou, nu heb ik hier Winkler wheels nu onder zitten. En zijn die ongeveer volgens mij medium formaat. Dus ik ben op zich ook benieuwd of deze lights dan ook nice zijn. Mocht het natuurlijk helemaal kut zijn, ja, laat ik het niet hopen, want het heeft me 50 euro gekost. Dus, nou ja, ik ga hem gewoon openmaken. Daar gaan we dan nu echt. En het is open, oh god. Jullie mogen eerst zien, wat zit erin? Er zit wat in. Oh shit! Hij heeft gewoon een ring meegestuurd, joh. Wat vet. Een Joycold ring. Oh, ik weet wat voor trouwring ik ga gebruiken. En hier zijn de wieltjes. Damn. Hier zijn de wieltjes. Oh god. Oh, het licht verpest echt. Ik ga hem even inzoomen. What? Ze zien er echt super lijp uit. En zoals jullie kunnen zien, ik heb voor blauwe onderkant, zijkant gekozen. Want ik denk dat matcht leuk bij mijn blauwe boordje. Maar damn, deze packaging, fucking vet. Ik zal ook die ring nog even erbij pakken. Hierin staat Joycold, super vet. Echt veel te groot voor mij, helaas. Maar voor iemand met grotere vingers is het natuurlijk super vet. En dat is wel een mooie ring, mooi goud. Ik ga hem denk ik even aan mijn paal zo. In ieder geval, dit is de ring. En dan hebben we hier de wieltjes. Joycold wheels are handcrafted, Brantford, Ontario, Canada. Oh, dat is waar het vandaan komen. Van Matt Watkinson. Super vet. Het staat er ook gewoon op. Super nice. En ze zien er ook heel erg lijp uit. Het zijn de kleinste wieltjes die hij heeft. Maar op zich moet ik zeggen dat het me nog best wel meevalt hoe klein ze ook eigenlijk zijn. Dus ik ga ze gewoon hier even uitpakken. En we hebben er een sticker bij. High as a kite. Super vette sticker. Die ga ik wel bewaren. Die vind ik vet. En dan nu de wieltjes. Wow, ze zijn wel gaaf zeg. Ik moet zeggen, kijk hoe gaaf ze eruit zien, hé. Het blauwe is echt super mooi. Ze zijn inderdaad best wel klein, maar ik ga hem zo even naast een Winkler wheel leggen. Kijk hoe erg het verschil is qua grootte, want het valt op zich nog best wel mee. En ja, ik weet niet, ik vind ze er echt best wel tof uitzien. Ik ben er over het algemeen qua looks best wel blij mee. Dan staat nu het volgende op de lijst. Oh ja, trouwens, ik heb dit microfoontje echt gewoon los hangen, dus... ja, ik weet niet. Ik ga echt binnenkort een nieuwe microfoon kopen. Ik word er helemaal gek van. Ik haal mijn bord bij. Ik ga mijn handy tool pakken. Maar waar ben jij? A few moments later. En ik pak mijn handy dandy tool erbij. En we gaan gewoon eventjes de wieltjes omwisselen. Want nou ja, ik ben gewoon reuze benieuwd. Ik ben super benieuwd hoe het rijdt natuurlijk. Ik heb zelf nu Winkler wheels hier onder de Black River Rams truck zitten. Zoals jullie kunnen zien is er een aardig verschil tussen de Winkler wheel en de Joycold. Dit is natuurlijk de Winkler wheel en dit is natuurlijk de Joycold. Maar ja, ik weet niet. Het is wel wat kleiner, maar ik ben vooral gewoon benieuwd hoe het rolt. Ja, Winkler wheel is altijd gewoon goed en daar ben ik altijd wel tevreden over. Maar ik ben dus heel benieuwd hoe deze Joycolds gaan rijden. Dus ik ga nu gewoon weer snel verder met het opbouwen van de wieltjes. Oh god. Spanning en sensatie, dat in ieder geval. Ze rollen niet van zichzelf, maar... Ah, nog even één keer testen met de Winkler wheels, hoe dat voelt. Oké. Guys, hebben jullie nog wat leuks meegemaakt vandaag? Ik weet niet, ik wel. Ik heb natuurlijk vorige week die livestream gehad. Dat was echt een bizar succes.
Ik vond het echt enorm leuk om te doen. En volgens mij vonden jullie het ook allemaal super leuk om te zien. Dus wie weet dat ik dat wat vaker ga doen. Maar deze, oh, hoe deze wieltjes eruit zien. Onder dat boordje. Oh, het past wel echt bij het boordje. Ik vind het er zo vet uitzien. Ook al zijn ze klein. Ah, ik vind het eigenlijk wel lijp. Holy shit. Oh, ik kan niet wachten tot ik ermee ga rijden, joh. Ik hoop echt dat het niet tegenvalt. Ik hoop echt dat het niet tegenvalt. Ik heb er volgens mij $57 voor betaald. Dus dat is niet niks natuurlijk. Ja, die zit ook. Oké, jongens. Ze zitten erop, de wieltjes. Ik ga zo laten zien hoe het eruit ziet. Hier komt het moment. Oh. Oh. Yo, dit rijdt smooth, hè? Oh. Ik ga niks anders meer doen, denk ik. Holy shit, gast. Wow, yo. Ja, jongens, deze wieltjes rijden een partij smooth. Wat zijn ze fijn. Oké. Ja, voor nu gewoon wauw. Ik ben gewoon heel erg onder de indruk. Ik heb hier ook nog andere Winkler wheels onder een ander bord zitten. Hij rijdt ook gewoon wel goed. Winkler wheels, hoor het geluid. En dit zijn de Joycot wheels geluid. Je hoort dus gewoon dat er echt een andere soort stof wordt gebruikt. Waardoor deze wieltjes worden gemaakt. Ze zijn ook wat minder hard dan het plastic van de Winkler wheels. Wat die wel zeg maar heel erg heeft. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee. Het voelt echt heel erg lekker. Maar ik ben hier best wel heel erg van onder de indruk om eerlijk te zijn. Alright, hier is een close-up van hoe het eruit ziet op mijn boordje. Ja, kijk dan. Dit is toch een lijpe setup zo. Holy shit. Dit is wel de droom setup hoor. Black Referent wheels. Yellowwood boordje. En de Joycot wheels. Holy shit. Ik vind het er vet uitzien. Omdat het boordje nu wat laag zit, heb ik sneller de pop. Wat natuurlijk super chill is. Althans, kan je chill vinden, kan je niet chill vinden. Ik weet nog niet zo goed wat ik ervan vind. Ik denk dat ik het best wel fijn ga vinden. En om heel eerlijk te zijn, ik had verwacht dat ze er echt lelijk uit zouden zien op het boordje. Omdat ze zo klein waren. En ik was ook best wel aan het balen toen ik erachter kwam dat ik dus die kleine had gekocht in plaats van de grote. Maar uiteindelijk ben ik op zich nog best wel tevreden over. Ze zijn niet heel erg klein. Als ik het naast een Winkler wheel leg, zijn ze wel degelijk kleiner. Maar het is nog niet heel erg heftig ofzo. Ik ga ze in ieder geval goed uittesten en... Zodra er een nieuwe Joycot drop is voor de grotere wieltjes, dan ga ik die 100% halen. Want de kwaliteit van deze wieltjes is echt bizar. Het voelt alsof je wel wat meer grip hebt. Dus dat is wel fijn sowieso. En ja, ik ben heel erg benieuwd hoe deze kleine wieltjes mij gaan helpen met het doen van trucjes. Ik ben in ieder geval heel erg blij met deze bestelling en ik ga er echt van genieten. Ik zal een linkje van Joycot in de beschrijving zetten. Shout out to you, Matt, if you're watching. Thank you for making this Dutch guy happy. Ja, en zoals ik altijd zeg, like, abonneer, reageer en tot de volgende keer. Wat een wieltjes. Damn, damn, damn.